gloednieuwe vlog. Vanaf deze dag ga ik gewoon dagelijks vloggen. Dus elke vlog komt dan weer gewoon een week later online. Terug van morgen uit. Ja, ik sta dus nu in het bushok. Ja, ik heb afgesproken met Ines om vandaag even naar school te gaan en naar Rotterdam. Morgen ga ik ook de hele dag naar Rotterdam. Donderdag heb ik school en dan vrijdag ga ik naar Amsterdam toe voor een cool concert. En ik sta nu bij de bus al te wachten, nog 2 minuten wachten. En ondertussen luister ik mijn favoriete muziek. Dus vanaf vandaag ga ik gewoon weer dagelijks vloggen. Dat is super nice. Tot 30 november. Of nee, niet tot 30 november. Tot 31 oktober. En dan stop ik een maand. En dan gewoon nog wel vlogs natuurlijk. En dan ga ik 30 november beginnen met vlogmas. Dus dat wordt super nice. Nog 3 minuten wachten namelijk nu. En ja, ik sta hier maar heel loner. Heel loner te wachten. Dus ja, ik zie die zo weer. Nou, we zitten dus in de Randstadrail. Ik ben met Ines. En wat gaan we vandaag doen? Verteld is een We gaan eerst naar school toe op onze vrijdag. Want dat is wat. Hashtag fry. Free. Wij doen. Altijd. Nee, we gaan naar de stagemarkt. Voor een stage in het buitenland. Voor mij. Free. Die is voor mij. Vandaag gaan we lekker lunchen. En Ines is haar pinpas kwijt. Just saying. Gaan we op winkel? Ja, wat heb je op school laten liggen? Wat doe je in je tas of zo? Dan zit hij in een andere tas. Nee, ik had toch de klas gisteren? Weet ik veel? Jawel. Dus ik weet niet eens welke tas ze had gisteren. Ik heb de tas waarin mijn mok zit. Met thee. Ik neem altijd mijn mok met thee mee. Nu heeft ze dit bruine tasje meegenomen. Echt super. Dus ja, dus ik zie ze zo weer. We zitten dus bij een cupcake winkel. Waar zit dit? Oh, sorry. Hier is nu een foto aan het maken. En ik ben ondertussen de cupcakes een beetje aan het vloggen. Ik heb de cookies en cream. En Ines heeft iets met strawberry cheesecake. En waar zitten we bij? 10 to 3 bakery of zo. En dat zit zeg maar hierachter, zeg maar vlakbij. Ik weet niet waar vlakbij. Maar ik laat het even weten hieronder het adres. Of hier zit ergens hier in beeld. Ik ga lekker eten en ik zie je zo weer voor de iPhone 6. Oh, ik ben gewend dat het hier moet drukken, weet je. De iPhone 6. En ze heeft dit hoesje gekocht. Kijk, deze moet je dan op je camera doen of zo. En dan krijg je allemaal effecten, toch? Het zit al op je hoesje en dan kan je dan draaien. Oké, we gaan hem uittesten. Want hier zie ik geen gaten. Beter werkt het wel. We gaan hem uittesten. Ja. Live unboxing. Hier. Dankjewel. We waren net bij het stage iets voor ja, reizen voor in het buitenland. Stage lopen in het buitenland. En ja, we kunnen ook naar Amerika. Ines kan naar Amerika. Ik niet, want ik heb een stomme opleiding. Maar ik heb niet teruggetaald. Nee, dat is wel. Wil je een schaar? Ja. Ik heb geen schaar. Ik pak het thuis al. Nee. Kijk, aan de achterkant. Hier zie je niet iets van de oefening. Hou mijn camera even beet. Niet kapot maken, ik wil nog een goede foto maken. Altijd belangrijk. Ik ga een schaar vragen. Ja. Wait a minute. Ga maar jezelf filmen ofzo. Yes. Op de rest niet. Oh, je ziet het niet eens. Ik hoef het niet meer. Is er weer zo'n
Ik heb een slechte dag. Oh, ik heb een WhatsAppje. Ja. Hij is open. Niet kapot maken. Ja. Oh my. Ja, tuurlijk mag je hem openmaken. Niet kapot maken. Oké. Oké, hier. Yes. Take my camera back. Oké, we gaan nu een. We gaan kijken of die het nog steeds doet. En hij staat helemaal niet meer scherp. Ja. Ik stop hier. Sorry guys, voor de scherp vandaag. Oh! Wat? Ik weet het! Oké, we gaan zo meteen testen hoe die werkt. En dit hoesje kijk, hoe fucking awesome. Zit die erin? Oké, ik ga nu. Ga jij dat doen? We gaan dus nu een foto maken. Wacht. Oh. Ja? Ah, oh, kijk, wacht. Zie je het? Kijk. Oh my god, dit is heel. Dat is echt een hele lelijke foto. Just saying. Is een andere? Oh, dit is een beetje geelachtig. Ja, geel, oranje. Ja, je ziet het. Oh. Kan je mijn vlogcamera beter houden? Ja. Ik mag ook net aan het vloggen ben. Ik? Oké, ik ga een andere proberen. Wat is mag ik maar half uur gaan wachten op mijn bus. Dus ik ben weer naar het speeltuintje gegaan waar ik en Jamira ook waren in de vlog die jullie eergisteren hebben gezien. En ik sta hier nu zo bij het water. Super nice. Het is echt een heel mooi rustplekje om even lekker tot jezelf te komen. En daar zijn twee eendjes. Super nice. Ja, dus ik ga hem hier gewoon heel even chillen. En gewoon even zitten en wat eten. Want ik heb eten bij me. En wat drinken. Ik vind het echt gewoon een heel lekker plekje. Om heel even lekker te chillen. Want ja, het is gewoon heel rustig hier. Super nice. Ines is al weg. Ik heb jullie niet meer kunnen zien. En er staat hier ook Go Vegan op. Wat is dit? Go Vegan. En hartje D. Oké. En ondertussen is mijn telefoon ook leeg. Dus ik kan ja, niet echt iets doen of zo. Werken, dat kan ik niet. Dus ik ga gewoon maar hier zitten. En een beetje praten over het leven en zo. Oh ja. Voor de mensen die het nog niet wisten. Ik ga zeg maar vloggen elke dag. En deze vlog die jullie nu zien is van gisteren. Dus zeg maar. Ik loop zeg maar één dag vooruit. Laat ik het zo zeggen. En dit is ook wel heel erg leuk. Zo'n trappetje omhoog. En ik laat jullie ook nog wat zien. Kijk, hier kan je dan zeg maar. Naar beneden lopen. En dan zit het uitzicht. Nog super mooi. Maar ik was bezig met het verhaal. Oh ja. Ik ga natuurlijk vloggen. En dat doe ik dus elke dag. Vanaf nu. En deze vlog die jullie nu zien. Komt zeg maar morgen online. Dus zeg maar voor jullie vandaag. En dat heb ik gisteren opgenomen. En dan upload ik hem om 4 uur. Om 5 uur, 4 uur, 5 uur. Even niet 2. Het kan niet altijd, zeg maar, gedaan worden. Maar ik probeer er wel altijd wel even rekening mee te houden dat ik wel moet uploaden. Dus dat. En ja, ik zit een beetje hier aan niks te doen. Dus ik dacht, ik ga me heel even wilde schieten voor een video. Dat ga ik nu doen. Een soort van outfit video ga ik doen. Dat is wel leuk, toch? Oké. Een preview. Of nou, eigenlijk laat ik jullie nu zien wat ik aan heb. Oké. Dus eerst deze jas. En deze heb ik ooit gekocht bij The New Yorker. Mijn vest. En dit dingetje komt van Cool Cat. Mijn broek komt ook van Cool Cat. En mijn schoenen komen van de Adidas Store. En mijn 94 bag. Dus ja, ik vind het heel erg leuk hier. Oh, het is zo rustig. Het is gewoon vlak bij de Randstad. Want daarachter is de Randstad. En het is zo nice hier. Om even lekker tot rust te komen. Heel even wat te vertellen aan jullie. En
Even rust. Dus ik ga even de camera wegleggen. En dan zie ik jullie zo weer. Lekker een frikandelbroodje eten. En ondertussen kijk ik wat YouTube-video's. Zoals ik jullie net vertelde, in het vorige beeld heb ik een intro gemaakt. En dat is deze. Deze heb ik via iMovie gedaan, omdat ik geen iMovie heb op mijn computer. Maar ik laat het jullie nu zien. Alleen dit stukje moet er nog uit. Maar dan weet ik niet hoe het moet. Dus daar ga ik heel even mee spelen. En dan zie ik jullie zo. Nou, de vlog duurt nu al 10 minuten 36. Ik heb hem al een stukje geëdit. Hij is super vet geworden. Met allemaal leuke beelden erin. Ik moet alleen nog mijn intro erin gooien. En dan is hij eigenlijk een soort van... Nou, niet klaar. Want ik moet nog een stukje van mijn dag filmen. Ik zit een beetje te kijken. Want deze vlog die jullie nu zien... Oh, even heel... Nee. Die, als je ze pauze zet, weet je wel, die vlogs... Dan trek je een gezicht van... What the fuck, wat doe ik hier? Kijk. Dan denk ik bij mezelf... Wat doe je, James? Wat doe je? Oké, het is nu 17:20. En mijn moeder... Ik kan zo thuis komen over 10 minuten. Dan gaan we soep eten. Soto soep. I love it. En wat is die kat aan het doen? Geen flauw idee. Wat ben je aan het doen? Ginger. Ginger, kijk wat ze doet. Ja, je staat op de vlog. Ik heb geen idee. Katten, die doen altijd raar dingen. Maar goed. De vlog. Daar had ik het over. Ik heb trouwens ook de thumbnail al gemaakt. Die laat ik jullie ook zien. Even kijken hoor. Wat doet hij nou? Ik wil het een beetje simpel houden. Gewoon een foto maken met het nummer erbij. Dit is hem geworden. Ik denk jullie hebben hem al gezien. Jij hebt hem al gezien, deze. Gewoon een foto dat ik happy ben bij die brug, die ook in de vlog zit trouwens. En dan met het nummertje erbij. Dus jullie zien zeg maar een proces achter hoe ik de vlogs doe. Dat wordt leuk. Dus ik denk dat ik... Ben ik goed in beeld eigenlijk? Ja, dat zal wel. Ja, ik ga nu even op Twitter kijken. Of op YouTube. Om nog wat video's te kijken. Want ik zag dat... Rochelle een video had geüpload. En dat weet ik omdat ik de meldingen krijg op mijn telefoon. En die video die heet... Ja. Even kijken waar. Rochelle Kromdijk heeft net een video geüpload. Nieuwe items en samenwerkingen. Speakers en gsm. Punt. Dus die vlog ga ik heel even bekijken. Lekker op je dekbed ligt deze snoepert. Good life. Hebben jullie dat ook? Dat jullie zeg maar iets willen opzoeken op internet. En dat dit er staat. Dus dat betekent dat ik nu helemaal aan de gang moet lopen. Om dat internet ding eruit te dingen. En hoe even het internet te resetten. En dat ga ik nu doen. En daar ga ik jullie nu mee naartoe nemen. Ik kijk trouwens niet op de rommel in mijn kamer. Het is echt een troep. Dat heeft te vervelen. Maar goed. Oké. Het gaat dus om dit ding hier. Oké, ik ga hem er nu uithalen. En dan 10 seconden wachten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En Luke komt er weer in. En dan gaan die lichtjes branden. Dat betekent dat ik nu naar mijn kamer moet om te gaan kijken op mijn telefoon of die het wel doet op mijn telefoon. Want als ik daar geen internet op heb, wifi, gewoon wifi, dus dat is wel... Nou, dan gaan we nu weer naar mijn computer. Yes, voor mij is die verbonden. Please. Moet ik verbonden zijn? Oké. Okay.
Ja, hij is verbonden. Ik kan nu op mijn Hotmail even gaan kijken. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik daarna lekker slapen. Maar ik sluit de vlog zo meteen wel even af in bed. Als ik in bed lig. Het is nu 10:20. En ik ga lekker slapen. Want ik ben kapot. Morgen wordt best wel een drukke dag. Ook een hele leuke dag om te vloggen. Voor jullie. En ja, ik zie je morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei. En slaap lekker.